Hier ligt de Xbox. Dit is te zwaar, ik doe het met de graafmachine. Het is een Xbox! In de eerste video beschrijven we onze band met de Xbox. In de tweede video hebben we gekeken waar het beestje allemaal toe in staat is. Behalve het neemt niet. In deze video gaan we kijken welke DVD-speler het beste is. Of de minst slechte, want ze zijn allemaal slecht. De LG DVD-speler is hard aluminium. Kan er iemand de hersen mee inslaan? Probeer dat met de Xbox, dan breekt de Xbox en niet iemand hoopt. Water ijs wordt, zet het uit, dus het wordt groot. Dus wat we doen, we pakken de Xbox doos, een beetje erbij geknipt, maar de Xbox doos vol water, helemaal pompjes vol. En die doen we in de vriezer. En dan, om maar eventjes te testen hoe sterk de Xbox is. We hebben ook al eens eerder de Xbox bevroren. We hebben hem gewoon zo in de vriezer gestopt en 2 uur later eruit gehaald om tot ontdekking te komen dat de Xbox wat kouder was geworden. Dit keer gaan we iets anders doen. Van slot gaan we. Jongen, van die kutkrip, nou, ik heb nog scheidsziek. We zijn hier aan het proberen om de doos op maat van de Xbox te krijgen. Wij gebruiken wij heel veel plakband om. In de tweede en de derde video samen hebben we volgens mij al iets van 4 plakbanden gebruikt. We hebben bij deze besloten om behalve het plakband alleen maar dingen die in de Xbox doos zaten te gebruiken om het ding waterdicht te maken. Dat was er weer een rol. Nou, we proberen hem nu met het Xbox plastic water dicht te maken, zoals we het tot nu toe hebben. Hier gaat het water in komen. Het gaat nog heel netjes. Geen lek tot nu toe. Geen lek, ja. Het water zit erin, het is klaar om de vriezer te worden gedaan. Lekt niet, zoals je ziet, allemaal van kartonnen plastic, allemaal van gebruiksaanwijzingen. Het is klaar om te beginnen. Die Xbox, altijd als we eens een keertje Xbox willen invriezen, dan gaat die lekken. Ha, de Xbox. Rot Xbox, wat zeg je me daar nou van? Het is tijd om die Xbox maar weer uit te pakken. Hij verdient wat schat. Ja, inderdaad. Hier is hij dan. Dat is de Xbox, zonder klep. Het gloed als nieuw. Met deze prachtige dag moeten we natuurlijk ook nog wel iets leuks doen met de LG. Ook de LG moet testen hoe sterk die is. Het testen hoe sterk de LG is, gaat prima samen met testen hoe goed de LG is als keeper. We gaan even voetballen. Wij voetballen natuurlijk niet elke dag. En daarom hebben we ook niets beters dan deze coole kipstaanbal. Wij kunnen niet voetballen en helemaal niet met het kleine ding. De klep er nou weer af, trap geschot. Dat ding. Dit ding is een stuk, godverdomme. Want je bent er zelf op gaan springen, hoor. Eén laatste test met de LG. En natuurlijk de Xbox. Hoe goed zijn ze eigenlijk in het afspelen van DVD's? We gaan nu een DVD halen. En waar haal je nu een DVD? In deze tijd, de Pirate Bay? Juist, op een plek waar alles oud is. In de binnenstad van Amersfoort. Ik denk dat we ook een DVD op de kop getikt hebben.
de beslissing welke het best, minst, slecht is moeilijk. Eén laat zand achter, op een of andere mysterieuze wijze. Ander had altijd maar troep achter. Of letterlijk en figuurlijk uit elkaar. Ik denk ook dat ze allebei niet meer aangaan. Nee, Scott, ik denk het ook niet. Onze uiteindelijke winnaar is toch de Xbox. Hij heeft grappige rode lichtjes. De hand achterlaten is nog altijd minder erg dan onderdelen achterlaten. Dit is Randy.